Hey, hallo met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En dit is niet zomaar een video, nee. Dit is het moment dat mijn website live staat. En daarmee ook mijn merchandise available is. Op mattea.nl. Ga er gauw heen als je het nog niet gedaan hebt. Maar kijk eerst even deze video. Want ik heb een heel verhaal achter de merch. En dat wil ik graag aan jullie vertellen. De website is dus online. Het is eigenlijk een combinatie van een webshop en een portfolio. Dus waar kan je zien wat ik allemaal... Uiteraard stream ik iedere dag. Maar ik doe daarnaast heel veel projecten. En die wil ik daar graag daarop zetten. Dus daar ben ik eigenlijk op dit moment mee bezig. En dat stukje portfolio ben ik nog aan het uitbreiden. Maar omdat ik zo hype ben voor de nieuwe merchandise, dacht ik, ja, ik ga niet meer wachten. Ik ga het gewoon live gooien. Dus ja, hier zijn we. Het is vandaag 17 januari. En 17 januari is de dag dat mijn merchandise in 2019 live ging. Ik heb het hele procedure van de merchandise een beetje gevlogd. Ik was al in augustus begonnen met items bestellen, uitproberen. Ik heb zelf items geprobeerd. Ik heb ze besteld enkelvoudig of in verschillende maten. En dan een paar keer aangehad, gewassen, kijken wat het doet met het stofje waar het van gemaakt is. Uiteraard kan ik niet zelf een shirt weven of een muts breien. Dus dit heb ik uiteraard uitbesteed. Maar ik wilde toch wel dat stukje vasthouden dat ik het test. Dus het een aantal keer aan hebben, een aantal keer wassen en verschillende omstandigheden met sporten aan of zo. Of juist met lekker op de bank zitten, met gamen. En aan de hand daarvan heb ik items geselecteerd en daar ben ik nog steeds mee bezig. En dat is ook de reden waarom het allemaal zo lang duurt. Omdat ik steeds het uit wil proberen en dan denk ik, wil ik dit aan jullie geven? Of zeg ik, nou, dit is niet de kwaliteit waar ik voor ga. En dan moet ik weer verder zoeken. Waardoor er een hele lange periode steeds tussen zit. Nu heb ik dat gevlogd en ik ben die beelden allemaal kwijtgeraakt. Omdat ik mijn pc opnieuw heb geïnstalleerd. Dat was al in augustus. Dus ik ben denk ik in augustus begonnen met mijn merchandise. Als het niet eerder is. Maar vanaf november heb ik echt... met de beanies was ik tevreden. Ik had de groene beanie zelf besteld al een hele tijd geleden. Daar was ik mee tevreden. En in november heb ik besloten, die gaat het worden. In verschillende kleuren. Dus ik heb toen de kleuren besteld. En ja, de rest spreekt eigenlijk voor zich. Dus ik zou zeggen, ga vooral eventjes lekker zitten. En kijk naar de hele procedure waar ik doorheen ben gegaan. En dan zie ik jullie terug met, met het eindresultaat. En dan ga ik jullie even vertellen hoe de producten zijn en hoe ze eruit zien. En dan ga ik ze nog eventjes hier in deze video laten zien. We zijn weer een stapje verder gekomen in de merchandise. Ik had de mutsen, de beanies besteld. Ik had zo'n gepast eentje en de kleur. En nu heb ik allemaal verschillende kleuren besteld. En ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Dus ik ga gauw dit pakketje openmaken. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, want you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it. Hier hebben we ze, limited editions. Dit is donkergrijs. Ik heb donkergrijs, donkergroen, lichtgrijs. En dit is volgens mij bruin, als ik het goed zie. En dan heb ik hier twee exclusieve kleuren. En dat is lichtroze en een beetje bedo-roodachtig. Het zijn er veel, jongens. Nu hopen dat jullie ze leuk vinden. Dit wordt het logo, denk ik, jongens. Ik vind hem echt heel leuk. Mijn broer heeft hem getekend. Wiskundig klopt die toch? Wat zei je nou? Iets met... Hoeken. De hoeken kloppen.
De hoeken kloppen. Allemaal open hoeken van 15%, zei jij gisteren of zo. Of net 15 graden, denk ik. Ja, dat is in ieder geval. Dit is 75. Dit is 15. Nog dit. Vanaf x. Ja. Wiskundig klopt die. Nou, dat vind ik heel prettig. En nou ja, ik ben echt heel erg tevreden. Het is, zal ik maar zeggen, de M van Mattia. En uiteraard een kattenkop. Een kattenkop. Mm-hmm. Dat ben ik wel. Nee, maar ik hou van katten. Ik sta heel dicht bij katten of zo. Ik voel mezelf ook een beetje een kat. Een poes. En ja, ik vind hem gewoon heel leuk. Die transparante, die verschillende vlakken vind ik heel leuk. Ja. Toppie. Volgende stapje is labels laten maken. Dat heb ik nu gedaan. Hier op deze website. Het is weer een dagje. Een stapje dichterbij het daadwerkelijk lanceren. En ik word hier heel enthousiast van. Merchandise gaat in Shanghai ook gewoon verder. Ik heb net de labels gekregen. Een voorbeeldje ervan. Dit zijn mijn label, mijn logo, label geborduurd. Ik heb hem 2 keer onder elkaar, zodat je hem gevouwen en ongevouwen de beanie kan dragen. Ik vind hem super vet. Ik heb hem naar Nicky gestuurd, die vond hem ook heel mooi. Mijn moeder ook. Anne die zei, misschien moet je hem in grijs tinten doen. Dus nu zit ik een beetje te twijfelen of ik dat wil. Ik heb best wel wat verschillende kleuren beanies al in gedachten. Grijs, donkergrijs, blauwig, lichtgrijs, lichtroze, bordeaux rood, donkergroen en dark koffiekleur. Dus dan is dit wel een opvallend logootje natuurlijk, maar ik denk wel dat ik het mooi vind, dit. En grijs maakt het wel wat wearable voor meer mensen, dat iedereen het kan, maar ik denk dat dit dan toch meer bij is ofzo. Ik zit een beetje te twijfelen, ik ga er even over nadenken. Ik heb het in ieder geval aan Anne laten zien, de vrouw van mijn broer zat en Nicky en mijn moeder. En eigenlijk is iedereen vindt het mooi, dus dat is fijn. Want daar was ik een beetje bang van hoe het uit zou pakken, maar ik vind de logo's op het label echt heel mooi. Weer een mooi momentje, ik heb hem toch goedgekeurd. In het groen, omdat ik vind groen gewoon echt een mooie kleur. En het past echt bij mij. En hij springt lekker eruit. En ik vind hem gewoon tof. Dus ik hou het bij groen. Sorry Anne, dat jij zei grijs. En ik vind dat je gelijk hebt wat je zei. Alleen groen trekt mij meer en past meer bij me. En ik vind het wel leuk dat dit een beetje op mocht vallen. Net even anders dan de rest. Zo klopt het cirkeltje ook weer met mij, denk ik. Nog een pakketje van merchandise. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Ik denk truien, want het is zo dik. Maar ik weet het eigenlijk niet. Open maar. Kom, sneller. Hele mooie kleur. Roze shirtjes. Ja, baby. Volgens mij is dit een stukje merchandise weer. Volgens mij zijn het shirtjes, dus ik ben wel benieuwd. Deze hoef je een vlog. Ja, het is niet op vlogmus. Dit is een exclusieve vlog. Witte shirtjes. Oh, cool. Tafeltjes, shirtjes en pakketjes. Yes. Weer een stukje verder in mijn merchandise verhaal. Ik ga deze doos even openmaken, want hier zit iets heel cools in. Oh yeah. Wat cool. Oh mijn god. Zoveel labels. Oké, even van dichtbij bekijken. Tijd voor weer een stukje merchandise. Mijn moeder heeft al wat gemaakt. En ik weet niet zo goed wat ik het mooiste vind. Ik denk dat ik dit het mooiste vind. Helemaal. Alleen die mutsen zijn heel dik. Dus het is nog best een opgave om dat mooi te krijgen. Dat gaan we gewoon even doen. Altijd die bovenste draad. Onder het voetje door. Mm-hmm. Naar achter leggen. En dan.
leg je hem er zo onder. Kijk, zie je, omdat hij nou geregen zit, ja, blijft hij beter zitten, denk ik. Denk ik. Oké. En dan moet je hem alleen dat hij recht. Ja, maar als je dus onder die letters blijft, is hij recht. Ik stik hem, je kunt hem even. Dit is nou even een test, dus mm-hmm. Ik laat hem even. Een schaar? Ik heb het niet gezien. Jawel. Oh ja, hier. Heb je hem? Kijk, dan zit daar wel netjes in, hè? Ja. Dus rijgen is een goed plan. Oké, dus dan doen we dat samen. Ja, de een kan rijgen en de ander kan stikken. Ja, mooi. Wat is beter? Ik denk dat het rijgen alleen langer duurt dan het stikken. Ja, dus misschien kun je beter eerst een. Maar ik kan ook nou. Nee, je kunt vandaag niet op schoot zitten, vriend. Ik ben mijn draad kwijt. Ik ben mijn draad kwijt. Ja, dat is de kraan. Ja, die hangt daar. Ja. Kom maar, ga hem er even in. Dat is, ik heb niks genaaid. Nee. Als hij geen draad heeft, dan doet hij het niet. Oh, gênant. Nu gaat hij niet fout. Oh, rustig. Ja, ik moet niet met je voet volgen. Ja. Oh, het is pasties, word ik ervan. Oh, deze ging goed, joh. Ja, die roze mutsen zijn iets minder dik. Oh, dat scheelt wel, ja. Dan moet ik op omhoog helemaal. Maar gewoon die vliesmuts aan haar, die waren pas aan het niet. Nou, dan doen we dat voor de volgende keer. Oh, deze is mooi. Oh, deze is een beetje krom. En daar komt aan de buitenkant. Ja, ja, of. Ja, kan niet. Ja. Dus. Huh, maar. Ja, nee, dat klopt. Want, ja, hij zit binnenstebuiten. Ik denk hij zit op de kop, maar hij zit binnenstebuiten natuurlijk. Ja. Klopt als een. Dus. Ik vind deze het mooiste, denk ik, met de roze. Na een avondje hard werken zijn hier eigenlijk alle kleuren die ik heb. Dus rood, groen, roze, donkergrijs / blauw, lichtgrijs en bruin. En wat ik zo tof hieraan vind is dat het echt zo handmade is. Dus er zitten wat foutjes in. Maar dat vind ik juist wel weer leuk, want ik heb het allemaal zelf gedaan. Of mijn moeder. Dus ja, ik heb het eraan vastgemaakt. Dus in principe heb ik alles zelf gemaakt. En ik vind het echt heel cool. Ik vind het zo leuk dat ik iets zelf met mijn eigen handen heb gemaakt. En dat kan ik dan aan jullie geven. Dat vind ik zo leuk. Ik ben echt zo benieuwd naar jullie reacties, jongen. Ik hoop echt dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Ik ga ze dadelijk ook even opdoen. Dan kun je zien hoe het eruit ziet. Hoi, we zijn nog steeds in de merchandise vlog bezig en ik ben weer een stapje verder. We zitten nu echt super dicht bij het releasen van alle merchandise. Maud is hier vandaag en zij helpt mij met productfoto's. Zoals je hier kan zien, hier een voorbeeldje, die ben ik op de website aan het zetten. En ja, eigenlijk heb ik nu alles af. In principe kunnen we live en nu zit ik eigenlijk nog te bedenken wanneer ik het ga aankondigen. Heb inmiddels zilver haar. Super raar vlog. Maar wel super leuk met de foto's. Dus ik ben echt heel dankbaar dat Maud me wil helpen hiermee. En we zijn ondertussen Coco aan het kijken. Leuk. Ik ben dus echt super mega trots dat we dit op de markt hebben kunnen brengen. Of ja, dat ik dat heb gemaakt. Handgemaakt. Dat zag je ook in de video. Mijn moeder en ik gaan dat zelf naaien. Het is gewoon bizar dat ik dat kan nu. En ik vind het zo tof dat het gewoon handmade is. En dat zul je ook zien in de producten. Het zal niet allemaal precies hetzelfde zijn, want het is niet gedaan door een machine, maar gewoon door mijn eigen handen. We proberen echt zo secuur mogelijk te werken. Maar ik vind het toch heel mooi dat het handgemaakt is en dat ik dat zelf heb gedaan.
dan krijgen jullie ook echt merchandise gemaakt door mij. Waar ik helemaal 100% achter sta. Waar ik super blij mee ben. En ik hoop dat jullie dat ook natuurlijk kunnen waarderen. Er komt natuurlijk nog veel meer aan. Je zag al t-shirtjes. Daar ben ik bijna ready mee. Heb ik een paar kleuren. Je had de kleuren zien. Voor vrouwen heb ik ook roze en grijs. Voor mannen alleen zwart en wit. En ik zit nog te bedenken hoe ik dat ga bedrukken. Ik wil dat eigenlijk weer zelf doen. Alleen ik heb dat niet in huis. En dan zou ik dan moeten aanschaffen. Ik kan het ook uitbesteden. Daar zit ik nog een beetje over te twijfelen. Maar ik verwacht binnen een maand dat er ook shirts op mijn site zullen zijn. En ook andere producten. En daar wou ik jullie eigenlijk over vragen. Wat willen jullie graag zien? Hebben jullie graag... Ja, ik weet dat er van yoga pants heel populair is. Gewone lekkere jogging pants. Daar zit ik naar te kijken. Maar dat is heel lastig om te vinden. Om goede te vinden. Truien ben ik al aan het testen. Maar zijn er nog andere dingen? Misschien sokken of zo. Of juist iets totaal anders waar ik nu helemaal niet aan denk. Laat het me alsjeblieft weten. Ik zit er ook aan te denken om misschien wat wallpapers te maken voor telefoons. De achtergronden voor desktops, laptops, van alles. Maar laat me vooral even in de comments weten wat jij graag wil. Want het is natuurlijk voor jou. En ja, ik kan wel alles bedenken wat ik wil. Maar misschien zit jij daar wel helemaal niet op te wachten. Terugkomend op de beanies. Dat is natuurlijk iets wat ik zelf heel graag draag. Ze liggen al een hele tijd in mijn kast. Klaar om gelanceerd te worden. En ik kan ze niet op, want het was natuurlijk een beetje een geheimpje. Ik had een sneak peek gegeven op stream, maar dat was alles. En nu kan ik eindelijk op stream gewoon mijn hele merchandise, of ja, al mijn beanies dragen. Ik ben zelf super fan ervan. Ik ga ze zo laten zien. Over de website. Ik heb vannacht tot 2:30 zitten werken eraan. En daardoor is die wel af. Het portfolio gedeelte nog niet helemaal, maar dat komt nog. En ik dacht dat Ideal niet zou werken, maar ik was bezig en ik dacht, nee, ik moet dit toch fixen. Dus Ideal werkt ook. Dus je kunt betalen met PayPal en Ideal. En de mutsen zijn nu €19,99. Dus nog geen €20 is het nu een actieprijs in januari. In februari zal het naar €24,99 gaan. Nog steeds een hele mooie prijs, denk ik, voor een muts die ik helemaal zelf heb gemaakt. Ik ben aan het werken aan een pop-up voor op mijn stream. Dus als je iets bestelt en ik ben live, dat er dan een pop-up in mijn stream komt. Dus een alert popt op. Helaas is dat nog niet zover. Dat is best wel lastig. En Silvano gaat me daarmee helpen. Dus hopelijk krijgt hij dat voor elkaar. En dan, ja, dat zou heel tof zijn. En dan iedere keer als er iemand iets bestelt in mijn webshop, dan wordt dat gewoon op stream laten zien. Dus dat is super tof. Nog iets anders wat ik ook moet melden of wil melden is dat ik uiteraard fulltime stream. En dat betekent dat ik niet iedere dag pakketjes verstuur. Ik ga proberen zoveel mogelijk te versturen. En ik beloof dat je, als je iets bestelt, dat je binnen 7 werkdagen thuis hebt. Of binnen 7 dagen thuis hebt. En als dat niet lukt, dan is dat waarschijnlijk uitgelegd op mijn Twitter. Waarom ik mijn pakketje niet kan versturen. Maar goed, no further ado. We gaan eens even laten zien welke producten we hebben. Ik heb hier de roze. Ik ga je zeggen, dit is mijn favoriet. Dit is een super limited edition, want ik heb er dus maar 4 van. Ik wil er natuurlijk zelf in houden. En dan heb ik nog 4 spare. Ik kan je even laten zien naar de afwerking. Is zo. Ja, gewoon op het randje hebben we hem gestikt, zodat je het meeste van het logo ziet. En de beanies zijn dubbelzijdig, dus je kunt ze zo dragen. Maar je kan hem ook dubbel doen. En dan kun je hem ook zo dragen. Dus het is maar net wat je zelf het mooiste vindt zitten. En ja, ik ben zo fan van deze. En met dat zilver haar werkt echt super goed. Maar ik denk dat deze ook heel mooi is bij bruin haar en blond haar. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Het is wel een meisjeskleur. Maar weet je, we leven in 2019. Roze kan, lichtroze kan gewoon ook bij jongens. Oké, dan gaan we naar de volgende. Dat is de bruine. Dit is de chocoladebruine kleur. Of chocolade koffie. Nee, bruin dark coffee of dark chocolate. Nou ja, kijk maar wat je zelf ervan vindt. Het geldt voor iedere muts is hetzelfde. Je kunt hem zo dragen, opgevouwen of
zo. En het logo zal dus altijd gewoon recht zijn. Of je hem nou zo hebt of zo. Dat heb ik speciaal de labels op laten maken. Yes, dit is de bruine. Ik vind deze ook heel mooi. Ik had helemaal niet verwacht dat deze mij nog mooi zou staan met het zilveren haar. Maar zoals je kan zien op de website staat die echt super tof. Ik moet je eerlijk zeggen, alle mutsen stonden me goed. Ik weet niet of ik een mutsenhoofd heb. Ik weet niet of jij een mutsenhoofd hebt. Maar er kan weinig fout gaan aan de muts. En het handige aan deze lange mutsen is, als je hem niet opvouwt, is dat je hem heel ver naar beneden kan trekken. En het is zo lekker warm. Oké, dat had ik niet moeten doen. Nu zit mijn haar niet meer. Oh jongens, ik heb veel te veel energie. De grijze, daar ben ik heel groot fan van, is de lichtgrijze. En ja, deze ken je. Het doet me een beetje denken aan mijn Twitch muts, dezelfde kleur. Alleen dan nu met Mattia erop. Dit is denk ik wel mijn tweede favoriete kleur. Ik heb dus roze en deze zijn mijn favoriet, omdat ik zelf meer van het licht hou en opvallend. Als je daar niet van houdt, dan moet je misschien een donkere kleur halen. Zoals deze. Deze had ik besteld als test. Dus deze was eigenlijk mijn eerste muts die ik had. En hierdoor ben ik een beetje verliefd geworden op de mutsen. Het is super lekker zacht materiaal. Ja, je kunt inzoomen op de website en dan kun je het van dichtbij bekijken. Maar het is gewoon heel lekker. Je kunt hem opdoen. Hij verliest zijn vorm niet. Ik denk dat je hem zelf gewoon kan wassen. Zonder, als je ze niet te heet was, was ze gewoon op 30 graden. Let wel op dat het logo licht is. Maar verder, je kunt ze gewoon wassen. Niet te heet en dan blijven ze gewoon lekker mooi. Oh ja, nou ben ik alles door elkaar aan het doen. Dit is de donkergroene. Ja, groen is mijn favoriete kleur. En ik was heel benieuwd hoe het zou matchen bij de groene logo. Maar ik vind dat eigenlijk wel groen op. Er zit zoveel groen in het logo dat het juist wel mooi is met de groene muts. Ja. Ja, ik kan eigenlijk beter zeggen dat al mijn mutsen mijn favorieten zijn. Dit was Nikki's suggestion. Die wou een donkergrijze. Die bestelde ik en hij lijkt een beetje donkerblauwgrijs. Blauwgrijzig. En dat vind ik juist wel leuk. Ik ben eigenlijk best groot fan van deze. Helemaal met licht haar. Ja, donker haar. Maakt eigenlijk niet uit. Je kunt alles, overal kan het op. Iedereen kan het dragen. Maar ja, de donkergrijs slash blauw vind ik ook heel tof. En is een hele neutrale kleur eigenlijk. Voor als jij zegt al een hele opvallende jas hebt of schoenen. Dan is dit juist een wat rustigere kleur dan bijvoorbeeld de lichtroze. En dan heb ik nog een andere exclusieve editie. Deze heb ik ook maar 4 of 5 van. Dus ik zou zeker... Ja, ik denk dat ik er ook deze wil houden. Want ik vind rood is ook echt mooi. Het is echt gek. Als ik hem... Ja, ik kan hem even opdoen. Maar als ik hem dus opzet, dan mijn ogen poppen meer daardoor. Het is heel grappig. Zo werkt het bij alle mutsen, denk ik. Ja, ik weet niet of die zo mooier staat of zo bij mij. Maar dat kan ik nu niet zien, want ik heb geen schermpje of zo. Maar ik ben zo blij dat eindelijk het woord eruit is. En dat ik al deze mutsen kan gaan dragen op stream. En dat ik jullie kan gaan zien. En dat jullie deze dragen. En dat jullie fotootjes naar me sturen op Snapchat. En stuur vooral ook op Discord een fotootje als je de product hebt ontvangen. Ik hoop dat jullie er net zo blij mee zijn als ik. Ik ben echt dolgelukkig. Ik ben zo blij dat ik dit product kan uitbrengen. En ik hoop dat er nog veel meer mooie producten aankomen waar jullie met z'n allen van kunnen genieten en veel plezier aan kunnen hebben. Dan is dat dit, mijn video. De website is live. Bestel nu. In januari is het nog voor de gereduceerde prijs en actieprijs, live action. Ik heb geen mooie slogan bedacht. Maar ja, ik ben gewoon heel erg blij. Ik hoop jullie ook. Ik kan mijn geluk niet op. Ik kan echt mijn geluk niet op. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te volgen. Subscriben. Vergeet niet te subscriben op YouTube. En vergeet me zeker ook niet te volgen op Instagram. Als je deze mutsen nog vaker wil voorbij zien komen. Dat is allemaal Mattia TV. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgende video. Adieu!